Goedemorgen allemaal. Welkom bij de laatste webinarsessie vanuit Fusion. Ik zal nog heel even snel een minuutje wachten. Misschien komen er nog wat mensen binnen. En dan kunnen we gaan starten. Yes, nou, misschien komen er daar nog wat mensen bij, dus ik ga alvast van start, omwille van de tijd. Nou mensen, welkom allemaal. Goeie ochtend. Ik hoop dat jullie de afgelopen 3 webinars waarschijnlijk ook hebben bekeken. Mochten jullie dat nog niet hebben gedaan, mijn collega zal zelfs in de chat dadelijk een link zetten waarbij jullie de vorige webinars terug kunnen kijken. Daar hebben we een Fusion 360 overview hebben we gehad. 2,5D Phrase en een Draai Phrase combinatie webinar. Omdat dit de laatste webinar is, staat mijn e-mailadres ook al in de chat. Mochten jullie nu vragen hebben, kunnen jullie ze altijd in de chat stellen. En achteraf kunnen jullie mij altijd een e-mail sturen daarover. En dan gaan we even van start. Nou, vandaag op het programma de webinar Fusion 360 3D en multi-assig frezen. Even snel door naar mijn volgende PowerPoint. Zo, even voor de mensen die misschien vorige week niet aanwezig waren, of de weken daarvoor. Nou, wie zijn wij? Mijn naam is Moreno Abets, ik ben CAD/CAM consultant bij CADAC. Houdt eigenlijk in dat wij, ik samen met Marco, mijn directe collega, wij bedienen eigenlijk de markt op het gebied van Fusion 360. En wij zorgen er eigenlijk voor dat de mensen goed getraind kunnen starten. Wij zouden het CAM-team niet kunnen zijn zonder onze collega Benjamin van der Wolf. Want natuurlijk een essentieel onderdeel is van Fusion is natuurlijk de postprocessoren. En mijn collega Benjamin die kan deze voor jullie aanpassen. Hij is daar ook onze postproces developer voor. Dus dat doen we altijd in samenwerking met onze klanten. En we kijken hoe tot de connectie tussen de software en de machine natuurlijk ook perfect in die regel staat. Nou. Wat gebeurt er eigenlijk in de industrie en waarom is dat 3D en multi-assig nou zo van belang? De nieuwe technologieën wat natuurlijk vrijkomen, brengen natuurlijk een hoop nieuwe machines met zich mee. En er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, er komen complexere onderdelen terug naar voren. De machines worden natuurlijk steeds complexer om dat soort onderdelen ook voor elkaar te krijgen. Wat wij ook heel vaak terug zien komen is dat er heel veel bedrijven zitten die wat vraag hebben naar personeel. En er zijn natuurlijk heel veel onderdelen die wat misschien een langere wachttijd hebben, omdat het personeel het op dit moment gewoon heel erg druk heeft. En misschien ook juist op het einde van het jaar alle orders wegwerken enzovoort. Nou, en wat is er eigenlijk het allerbelangrijkste in? Is natuurlijk, wat kan Fusion hierin betekenen? Nou, om ervoor te zorgen dat die problemen wat eigenlijk ontstaan door de nieuwe technologieën en door de drukte wat mensen hebben, kan Fusion natuurlijk wel een beetje een stuk verlichting bieden. En want Fusion is natuurlijk een software die is vrij makkelijk in de omgang. Jullie zullen dadelijk het interface ook terug zien komen. En jullie kunnen ook eigenlijk meteen wel zien tot de software eigenlijk wel vrij makkelijk in te zien is. Er hangen wat kleurtjes aan, er staan mooie icoontjes bij, er staat uitleg bij de icoontjes. Nou, eigenlijk kort samengevat, het is gewoon een vrij makkelijke software. Nou, Fusion 360 is een abonnementsvorm te krijgen. Dat zijn eigenlijk jaarlijkse abonnementen. En dat betekent dus ook al die updates wat er vrijkomen binnen Fusion, die zitten allemaal in die abonnementsvorm. Dus het pakket die kan zichzelf altijd blijven updaten. Nu is Fusion natuurlijk heel erg veel in ontwikkeling, ook met alle nieuwe technologieën wat vrijkomen. Dus al die updates, misschien nou, toch wel tussen de 4 en de 6 weken, komt er eigenlijk altijd wel een update vrij. Met nieuwe functies wat uit zijn gekomen, nieuwe functies wat ze hebben toegevoegd aan Fusion. Misschien hebben ze functies veranderd of bugs wat weggewerkt worden. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Fusion biedt daarin ook eigenlijk heel veel verschillende strategieën. En misschien hebben jullie de afgelopen weken ook al gezien op het gebied van 2,5D. Zelfs met draaifrezen en natuurlijk vandaag met de 3D en multi-assig zullen jullie ook zien dat Fusion eigenlijk heel veel verschillende strategieën heeft. Aan de linkerkant zien jullie ook een plaatje waarbij een machinebed is getekend met een klem. En dat is natuurlijk als onderdeel wat gebruikt wordt voor de simulatie. Ja, want bij 5-assig frezen en bij 3D frezen is het natuurlijk wel heel erg van toepassing
tot we goed kunnen gaan kijken of die simulatie natuurlijk ook goed loopt en tot we geen crashes krijgen op de machine. Nou, en eigenlijk het vorige trapje waar ik zei dat de vraag naar personeel heel erg hoog is, is het natuurlijk ook vaak dat we personeel willen hebben wat natuurlijk wel heel veel kennis heeft op dit gebied. Nou, het fijne aan Fusion is natuurlijk, als je leert binnen één pakket te werken en daar ook eigenlijk je kennis in opdoet, je hebt natuurlijk een simulatie waar je meteen mee kan vergelijken wat er verschillen zijn of wat er precies gebeurt, dan is het natuurlijk heel erg makkelijk en laagdrempelig om die moeilijke toolpadbewerkingen over te brengen naar de software. Dus we hoeven eigenlijk geen gekke programmeertijden meer te krijgen aan de machine. En we halen natuurlijk een deel menselijke fouten weg enzovoort. Binnen Fusion is het ook mogelijk om semi-automatisch te programmeren. Oftewel, wij kunnen aan de hand van bepaalde programma's wat wij in het verleden hebben gemaakt. En wij bijvoorbeeld kopiëren en plakken. Wij kunnen templates gaan maken. Eigenlijk allemaal dat soort dingen om ervoor te zorgen dat wij straks gewoon een product kunnen inladen op ons scherm. Eigenlijk dat soort templates erop loslaten. En dan is eigenlijk een product, of dat nou drieassig is, of een 3D-product, vijfassig, of een drive-phrase-product, die kunnen wij gewoon met die templates meteen bedienen. En dan zijn we eigenlijk binnen een aantal klikken, zijn we zelfs al klaar met programmeren. Dus dat is natuurlijk wel erg fijn. En als we die templates nou zo goed inregelen, zodat we, als wij weten dat onze producten met de juiste kwaliteit van de machine af gaan komen, en we slaan deze dan op, dan behouden we ook die kwaliteit. Dus het is ook vooral heel belangrijk, als we naar het toekomstperspectief gaan kijken, dat we in de toekomst natuurlijk een stuk minder lang zijn in programmeren, maar wel dezelfde kwaliteit blijven behouden van de producten van onze machine af gaan komen. Nou, ik ga meteen over switchen naar de software. Jullie hebben het natuurlijk in het afgelopen paar weken al een paar keer langs zien komen, de interface vanuit Fusion. Nou, vandaag zal ik daar iets minder overheen gaan. Mochten jullie dat nog niet hebben gezien, bekijk vooral de vorige webinars ook terug. Op dit moment zit ik weer in de manufacture omgeving en ik heb hier eigenlijk een productje voor jullie klaarstaan. Dat is een 3D overview product. Dus hier zitten eigenlijk allemaal verschillende bewerkingen in op het gebied van 3D. Nou, die 3D-lijst die zit eigenlijk naast de 2D-lijst. En we zien al een paar vergelijkbare dingen terugkomen als we kijken naar de 2D. Bijvoorbeeld die 2D Adaptive Clearing en die 2D Pocket. Maar wat is dat verschil nou precies? Nou, in de 2,5D webinar heb ik uitgelegd dat we eigenlijk binnen 2D een bepaald gebied hebben wat we aanduiden waar we willen gaan frezen, bijvoorbeeld voorfrezen. Dus die adaptive clearing strategie, dat is eigenlijk een voorfreesstrategie. En het verschil tussen 2D en 3D is, bij 2D geven wij een bepaald gebied op waarin we werken. En binnen 3D geven wij een limiet op van een gebied waarbinnen wij willen werken. En dan zal Fusion automatisch ons product gaan afscannen om te kijken, oké, waar kan ik zo optimaal mogelijk al het materiaal gaan verwijderen. Nou, om dat even in perspectief te bieden, heb ik hier een klein voorbeeldje staan. En we zien hier bijvoorbeeld een onderdeeltje in een klem zitten. En daar hebben wij een 3D adaptive strategie op losgelaten. Nou, wat hij eigenlijk doet, is hij zal aan de hand van een bepaalde snedendiepte wat wij hem hebben meegegeven, met een zijdelingse verplaatsing en de AE-waarde van onze frees, zal hij ervoor gaan zorgen dat hij dit product zo optimaal mogelijk gaat voorfrezen. Natuurlijk ook met de verschillende stapjes wat we hebben, dus de verschillende step cutting zoals we dat ook wel eens noemen, met in verschillende laagjes omhoog, zodat wij dadelijk met een nafreesbewerking, met een parallelbewerking dadelijk het product kunnen gaan nafrezen. Dus dat is eigenlijk een klein beetje die 3D adaptive strategie. Nou, die pocket is vrijwel gelijk, alleen die werkt natuurlijk in pockets. Nou, of dat nou een open of een gesloten pocket is, dat is nog niet zo heel erg van. Hier kunnen we bijvoorbeeld zien dat we aan de hand van onze vorige bewerking kunnen aangeven wat we al hebben gefreesd. En dan geven wij een limiet op aan dit gebied. En dan gaat hij kijken, oké, waar is mijn vorige frees nou niet bij kunnen komen, waar ik nu met deze frees wel bij kan komen, om er natuurlijk weer voor te zorgen dat dat zo goed mogelijk voorgefreesd wordt. Dan kom ik eigenlijk uit bij een van de meest gebruikte 3D-bewerkingen. Dat is de parallelbewerking. Het fijne is natuurlijk binnen Fusion, als ik hierover positioneer, Tot er een beeldje voor toe komt waar een plaatje op staat en een kleine omschrijving van de bewerking. Nou, in die parallelbewerking, hier kunnen we dat ook weer zien, heb ik weer een gebied aangegeven waarin ik ben aan het werken. En jullie kunnen ook zien dat de toolpaden van boven naar beneden toe zullen lopen. Nou, hoe ziet dat dan in de simulatie eigenlijk uit? Ja, dat is eigenlijk gewoon binnen mijn gebied, ga ik met die balfrees, ga ik mijn product een beetje nalopen. Er zit een beetje een ruwe step over in, om er natuurlijk voor te zorgen dat we eerst nog een deel materiaal weghalen. En daarna nog een stukje na kunnen gaan frezen, om natuurlijk die kwaliteit ook te behouden.
Als ik dan verder ga, heb ik hier, even kijken, onder de parallelbewerking zit een scallopbewerking. En de scallopbewerking die werkt eigenlijk van binnen naar buiten of van buiten naar binnen toe. En die creëert eigenlijk een soort van, beetje een alternatief toolpad op een gebied. Nou, ik zal hem hier in dit geval even openen. Eigenlijk kunnen wij ook zien dat die eigenlijk vanuit een bepaald punt start en vervolgens zijn weg naar binnen toe zal gaan afwerken. Nou, hoe ziet dat dan ook in simulatie heel even uit? En dan kunnen wij heel mooi zien dat die balfrees met een bepaalde step over weer over datzelfde gebied heen zal gaan. En hoe goed wij dat natuurlijk straks willen gaan inregelen, kunnen wij allemaal instellen binnen Fusion zelf. Dus wij kunnen aangeven van oké, dit zijn delen wat wij willen gaan gebruiken met zoveel step over waardes. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe gaan wij te werk daarin. Wat raadt onze machineleverancier aan, of de toolleverancier aan bijvoorbeeld. En dus dat zijn allemaal opties waar we rekening mee kunnen gaan houden als wij dit soort onderdelen gaan programmeren. Nou, waar wordt die parallelbewerking dan nog voor gebruikt? Dat kan ook voor vlakken of voor steile delen gebruikt worden. Eigenlijk bijna precies dezelfde bewerking, alleen dan op een vlak gebied. En dan zal die ook ervoor zorgen dat die met die verschillende stepovers en waardes dit product kan gaan frezen. Hoe dichter natuurlijk de tolerantie is op een product, hoe kleiner we de stepover maken. En dat is natuurlijk allemaal vrij in te stellen. Dat toolpad hier ook, kijken, zitten we weer aan de onderkant. Maken we eigenlijk weer een losse bewerking om het onderplaatje te frezen. En datzelfde kunnen we natuurlijk doen met de radiussen aan de bovenkant. En dan geef ik hem weer eigenlijk een bepaald gebied op. En in dit geval, kijken, is dat natuurlijk dit gebiedje hier. En daarvan zeg ik, nou, scan het heel even af, kijk waar je kunt komen. En dan komt hij met deze radius naar voren. En dan hebben we natuurlijk het productje een beetje afgewerkt. Nou, wat hebben we dan nog? Kijk, hier aan het volgende product kunnen wij heel mooi die adaptive en die pocket functie terug zien komen. En want die pocket functionaliteit is natuurlijk heel fijn op gebied. Kijk, in dit geval hebben wij een bepaald gebied waarin wij gaan werken. In dit geval is het ook een open pocket aan vier verschillende kanten. En Fusion kan er dan zo voor zorgen dat die met die optimal load, oftewel die AE-waarde van de frees, natuurlijk weer zo optimaal mogelijk het materiaal gaat verwijderen. En dit is dan eigenlijk de volledige pocket variant. Natuurlijk ook weer met verschillende stapdieptes. Met de snijlengte van de frees rekening houden. En zo kunnen wij heel optimaal zo'n productje gaan voorfrezen. Hoe lager die stepover natuurlijk is, die AE-waarde, hoe hoger we natuurlijk in de snelheid en de voeding kunnen gaan. Nou, wat hebben we hier dan nog? Hier hebben we bijvoorbeeld ook nog een stukje met het ruw frezen, weer met dat stepcutting wat naar voren toe komt. En hier kunnen we ook heel mooi dat parallel terug zien komen. En die parallelbewerking, ik zal hem heel even laten lopen. Kijk, dan kunnen we op een gegeven moment zien dat die een bepaald stukje over kan slaan. In dit geval bijvoorbeeld gaat hij hier een gat in. Want dat is een gat wat hij afscant in ons product. En dan komt dan weer een crash naar voren. Nou, binnen die parallelbewerking kunnen wij ook ervoor zorgen dat hij die bepaalde vlakke delen wat kunnen wij dichtleggen. Natuurlijk door de designomgeving binnen Fusion. En zo kunnen we er ook voor zorgen dat hij eigenlijk die vlakke delen nog een keer op een andere manier navreest. Dus hier hebben we dat meegenomen. Bijvoorbeeld hier gaat hij natuurlijk weer ons model in. Dat ziet hij in de simulatie, ziet hij dat ook wel een beetje terugkomen. Nou, als we dan een model en een body kunnen gaan selecteren, dus we kunnen eigenlijk allebei de delen gaan selecteren, kunnen wij heel slim ervoor zorgen dat waar we normaal tegenaan lopen in programmatuur met vlakke onderdelen, dat die nu gewoon heel mooi over zijn product heen zal gaan lopen. Dus die 3D-bewerkingen die zijn natuurlijk wel heel erg breed inzetbaar wat dat betreft. En hier kunnen we dat natuurlijk mooi terug zien komen tot die hier overheen loopt. Nou, wat hebben we dan nog? We hebben hier een horizontal en een penselbewerking in zitten. Als ik ga kijken naar de penselbewerking, dan zien we ook terugkomen tot die hoekjes daarna toe zal gaan. En horizontale bewerking is eigenlijk om vlakke delen van het product eigenlijk na te gaan frezen. Natuurlijk beginnen we weer met een ruw bewerking. En vervolgens komt die horizontale bewerking naar voren. Die kunnen wij hier terug zien komen. En dan kunnen we ook heel mooi zien dat hij die vlakke deeltjes met een toolpad op het oppervlak na zal gaan frezen. En dit scant hij ook eigenlijk allemaal zelf af. Dus wij geven hem gewoon dat gebied mee waarin hij kan gaan scannen. En vervolgens zal hij dat ook zelf gaan doen. Nou, dan zien we die penselbewerking. En die penselbewerking moet gewoon eigenlijk in de verlengde van de contour meegaan met zijn product.
Dus hij scant eigenlijk weer die curves, die scant hij af, die bochten waar hij in zal gaan trekken. En vervolgens zal hij daarmee omhoog of omlaag gaan frezen. Kijk, in dit geval kunnen wij zien dat er een bepaalde crash naar voren toe komt. En dat komt omdat onze tool niet genoeg snijlengte heeft om dat randje hier mee te nemen. Dus dat is ook weer een hele slimme functionaliteit om natuurlijk zo goed mogelijk in, te blijven programmeren. Ik zal hem heel even door laten lopen. Even kijken. Kijk, en zo kunnen we natuurlijk het hele toolpad gaan afsimuleren. En verder kijken hoe het eruit ziet. En natuurlijk hoe dat toolpad weer gefreesd wordt, zijn allemaal losse instellingen waar wij eigen parameters aan kunnen hangen om ervoor te zorgen dat die zo goed mogelijk kan blijven frezen. Nou, om hem even door te pakken, hebben wij in dit geval, even kijken, hier nog een parallelbewerking, nu op een andere manier eigenlijk ingezet. We hebben natuurlijk weer een voorfreesstrategie. En hier kunnen we mooi die parallelbewerking terug zien komen. Hier kunnen we ook weer zien dat die eigenlijk heel erg multi-inzetbaar is. Hetzelfde met dit. Hè. Dit zijn gewoon gekopieerde toolpaden van het linkerbestand naar het rechterbestand. Om die automatisering daarin te krijgen. En dan geven we gewoon eigenlijk een ander gebiedje mee met een andere containment boundary, zoals we dat noemen, een ander limiet. En dan kunnen we weer ervoor zorgen dat die op de juiste manier dit uit zal gaan frezen. Nou, wat hebben we dan nog? Hier hebben we een derde modelletje, of een derde, vierde, vijfde, zesde modelletje staan, waarin we weer gaan voorfrezen. Hier hebben we dan een base finishing bewerking in zitten aan de onderkant. En jullie kunnen zien, kijk, dit is gewoon een 2D pocket wat eigenlijk ingeprogrammeerd is. Dus hier kunnen we ook heel mooi die combinatie 2D en 3D terug zien komen. Nou, wat hebben we dan? Een contourbewerking. Die contourbewerking die zit hier zo aan deze kant. En die kunnen we ook heel mooi zien dat die een finishing of een semi-finish strategie kan gaan gebruiken voor steep areas, oftewel voor steile delen. Zoals in dit geval deze muurkant. Nou, hierbovenop neemt hij ook nog een deel mee. En dan hebben we hier een contour met een shallow area optie, waarin die eigenlijk ook het bovenvlak mooi zal gaan frezen. En dan hebben we hier de contour van de sloopbewerking, oftewel het steile deel. En dan volledig finishen wij hem uit aan de bovenkant met een scallop. En jullie kunnen dat ook terugzien, hè, die scallopbewerking die komt hier ook weer terug naar voren. Dus de combinaties zijn altijd heel mooi te gebruiken. Nou, tot zover even die 3D toolpaden, hè, want het is natuurlijk allemaal drieassig niveau waar we in gaan zitten. En zoals ik al zei, we zitten natuurlijk ook heel veel in het vijfassige deel. Even door naar deze toe. Dat vijfassig programmeren, dat lijkt in eerste instantie lijkt het altijd heel erg moeilijk. Heel veel mensen zijn daar misschien ook bang voor crashes op de machine te krijgen enzovoort. Nou, hier zien we natuurlijk heel mooi weer zo'n klem terugkomen binnen Fusion, wat altijd helpt in de simulatie. En eigenlijk gaan we hier op dezelfde manier te werk. Hè. In dit geval is het een 3D ruwbewerking. Vervolgens hebben wij een 3D ruwbewerking aan de binnenkant. En dan hebben wij eigenlijk de volgende bewerkingen. Dit zijn 2D contourbewerkingen, zoals we het hier mooi kunnen zien. En die 2D contourbewerkingen, die kunnen wij ook vijfassig gaan gebruiken. Hetzelfde als de 3D bewerkingen. Dus eigenlijk, bijna iedere bewerking is vijfassig te gebruiken. Sommige zijn niet simultaan natuurlijk, maar ze zijn wel geïndexeerd te gebruiken. Hoe werkt dat nou binnen Fusion? Nou, die 2D contourbewerkingen, die hebben dus een functie die heet tool orientation. Oftewel, wij gaan ons tool opnieuw oriënteren naar een nieuw deel. En zo werkt dat eigenlijk met ieder toolpad binnen Fusion zelf. Ja, dus als wij gewoon een oriëntatie gaan maken, in dit geval geïndexeerd frezen, kunnen wij heel makkelijk, zelfs de makkelijke functies, toch vijfassig gaan gebruiken. En vervolgens kopiëren en plakken we dan aan de andere kant, of we draaien onze tool orientation op. En dan zijn we daarmee klaar. Dan hebben wij hier nog aan de bovenkant een contour finisher. En dan gaat hij eigenlijk deze contours nalopen. Hetzelfde met een 2D pocket op het bodemvlak. En dan komt eigenlijk de eerste vijfassig simultaan bewerking naar voren. Dat is onze swarf-bewerking. En die swarf-bewerking die loopt eigenlijk een contour na. En die kan dus in dit geval ervoor zorgen dat deze contouren aan de binnenkant uitgefreesd worden. Ik zal de simulatie daar even bij pakken. En hier kunnen we bijvoorbeeld ook zien hoe handig die simulatie nou eigenlijk kan zijn. Want hier kunnen we bijvoorbeeld al zien dat die eigenlijk aan de verkeerde positie zal beginnen met zijn sneden. En dus dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel als we gaan kijken naar die vijfassige programmering. En hier draait hij bijvoorbeeld gewoon om een punt heen. Ja, en dan zien we ook bijvoorbeeld dat we iets verkeerd hebben aangeklikt. En tot hij vervolgens zo zijn contouren zal gaan navrezen.
Dus dat is eigenlijk wel de bewerking wat we daarvoor kunnen gaan gebruiken. Nou, hoe zit die dan wel juist ingeprogrammeerd? Hè? In dit geval hebben wij hier aan de onderkant een zwaarverwerking zitten bij dit modelletje. Ik zal hem heel even aan de voorkant pakken. Wij kunnen hier mooi terug zien komen tot dit eigenlijk een contour is, want onder een bepaalde hoek ligt in dit product. Nou, in dit geval is het geen gesloten contour, dus het is een open contour. En eigenlijk wat hij doet, is hij zal met de zijkant van zijn frees, zal hij deze contour gaan nalopen. Dus wat krijgen we eigenlijk? We krijgen gewoon een inzakking naar, naar ons startpunt toe. En vervolgens zal die eigenlijk continu in aanraking zijn met de zijkant van zijn frees en het materiaal, om er natuurlijk voor te zorgen dat hij dit stukje gewoon mooi kan nafrezen. En datzelfde kan natuurlijk ook gebruikt worden voor de binnenkant van de vorige pocket. Nou, wat hebben we dan nog? Hè? Die penselbewerking waar we het net over hadden, hebben we hier ook nog een flowbewerking in zitten. Als ik deze heel even snel open, misschien als jullie Fusion hebben, komt jullie er wel al bekend voor. Maar dan staat hier een tapje dat heet Multi-Axis. En daar kan ook wel eens een slotje bij staan. Dat betekent dan dat die onder de extensions valt. Daar zal ik het zo meteen heel even over hebben. Maar die 3D-bewerking, die is dus ook vijfassig te gebruiken. En zoals in dit geval, als ik ga kijken naar die flowbewerking. Ik zal hem er heel even zo bij pakken. Dan kunnen we zien dat eigenlijk onze tafel zich op deze manier zou positioneren. En vervolgens gaat hij inzakken. En dan gaat hij dit contourtje gewoon helemaal mooi nafrezen. Ook onder een hoek. En dus dat is eigenlijk wel een klein beetje het voordeel wat we hebben met het bereik van een multiassige toolpad op het gebied van 3D. Zijn dan tot nu toe nog vragen? Ik zie nog niks in de chat staan. Dan ga ik gewoon weer verder. Hetzelfde met die flowbewerking. Die flow en die penselbewerking. Pencil kan bijvoorbeeld weer een nafreesstrategie zijn om net de hoekjes wat meer mee te nemen. En zo zijn die eigenlijk heel erg breed inzetbaar. Nou, misschien als jullie Fusion al hebben, komen jullie die slotjes ook wel een klein beetje bekend voor. Zoals bijvoorbeeld bij Steep en Shallow. Fusion werkt natuurlijk met een extension pakket. En dat extension pakket, dat betekent eigenlijk dat er extra functies, zoals dit, toegevoegd kunnen worden aan de huidige licentie wat jullie hebben. Steep and Shallow is bijvoijvoorbeeld een bewerking die komt uit PowerMill, eigenlijk een iets luxer pakket van Fusion. En hetzelfde met de multi-assig toolpaden. Dat zijn eigenlijk de iets luxere toolpaden wat we hebben om het bereik van Fusion wat uit te breiden. Nou, die extensions die zitten hier, als ik ga kijken, aan de rechterkant bovenin, bij het stekkertje. En in dit geval heb ik het over de machining extension. En als ik dan ga kijken, die 3D toolpaden, de meeste daarvan, die zijn gewoon gratis te gebruiken in de standaard licentie Fusion. Maar wil je nou eigenlijk net wat luxer zitten, net wat meer bereik hebben en natuurlijk de vijfassige functionaliteiten daarbij toe kunnen voegen, dan heb je ook echt daadwerkelijk die extensions nodig. En die extensions die zijn natuurlijk aan te kopen in een, gewoon wat toegevoegd kunnen worden aan de licentie. En dat betekent dan dat die bewerkingen ook open komen te staan. Dus dan kunnen we ze ook volledig te gaan gebruiken. Nou, wat zit daar dan nog in? Nou, want we hebben hier natuurlijk de programmering van de automatisering. Dus we hebben bijvoorbeeld het automatische gatherkenning wat daarin zit, wat we daarbij kunnen gaan gebruiken. Het 4- en 5-assig simultaan frezen. We hebben hier de optie toolpath modifications. Dat zijn eigenlijk tools om ervoor te zorgen dat wij onze toolpaden kunnen bijknippen of trimmen enzovoort. En eigenlijk ook een hele belangrijke, dat is part inspection. Zoals we dat hier bij de inspection ook terug zien komen, kunnen we ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld een WCS zullen gaan aftasten, ons nulpunt. Wij kunnen geometrie gaan proberen of zelfs een surface inspection doen. Heel even aan het zoeken waar ik die probe nou in had staan. Hier zo is die. En dan kunnen we eigenlijk zien dat wij beginnen met een stokmateriaal. En dan hebben wij een WCS probe. Nou, fijn natuurlijk ook dat we de simulatie daarvoor kunnen gaan gebruiken. Om te kijken of die wel een beetje, of die niet zal crashen. Probing systeem, die kosten natuurlijk best wel wat geld. En in dit geval ligt het nulpunt in het centrum van het product. En dan kunnen we zo eigenlijk binnen Fusion zelfs dat aftasten. Het is een hele hoop informatie, het 3D en het 5-assig simultaan. Dat is natuurlijk ook een hele hoop. Dus wat dat betreft, Fusion wel, ja, gelukkig is het heel erg uitgebreid. Het is natuurlijk wel een hele hoop informatie wat we daarvoor kunnen gaan gebruiken. Maar het zijn natuurlijk wel allemaal superhandige functionaliteiten om die automatisering in het programmeren erin te gaan krijgen. Hetzelfde met die templates. Als we met die templates kunnen gaan werken in de toekomst, is het natuurlijk vrij makkelijk en handig om ervoor te zorgen dat wij vrij snel up and running zijn met toch een relatief moeilijk product. Alle bewerkingen wat we hier ook in hebben staan, die kunnen ook allemaal als templates worden opgeslagen. Als dat nou 5-assig
3D-bewerkingen zijn of 2D-bewerkingen. Dat is allemaal geen probleem wat we daarin kunnen gaan gebruiken. Even kijken, heb ik nog iets gemist? Ik ben eigenlijk bang van niet. Het moeilijkste is natuurlijk wat we hebben bij Fusion, is het aanleren van, van die 3D-bewerkingen en vervolgens ook 5 als ik te gaan gebruiken. En het is dus ook wel belangrijk dat we daar een goede basis voor hebben. Mochten jullie nou interesse hebben en willen starten met Fusion, neem gerust contact met ons op. Misschien willen jullie zelfs verder in Fusion met de huidige kennis wat jullie al hebben. En wij geven daar ook maatwerktrainingen in. Om ervoor te zorgen dat jullie eigenlijk zo goed mogelijk binnen Fusion jullie weg kunnen gaan vinden. Neem daar gerust contact over op, dat is allemaal geen probleem. En dan hebben we eigenlijk nog één laatste dingetje, hè, wat we eigenlijk iedere keer ook aanhaken. Wat ook eigenlijk wel een van de belangrijkste onderdelen is, ook als we gaan komen bij 5-assig frezen. Even kijken zo. En dat is natuurlijk wel die postprocessor weer. Op het moment dat wij 5-assig gaan programmeren, zitten we natuurlijk ook met terugtrekafstanden waar we rekening mee moeten houden. Met veiligheidsafstanden. Misschien komen er bepaalde cyclussen in vrij. Denk aan klemmingscodes om bijvoorbeeld A, B en C assen vast te zetten. Op het moment dat wij geïndexeerd programmeren. Zo kan eigenlijk heel breed uitlopen. Mochten jullie nou ontdekken dat de standaard postprocessor op Fusion, op de Fusion database, niet geweldig werkt. En neem daar gerust contact over op. Wij kunnen die natuurlijk altijd samen met jullie aanpassen. Om er natuurlijk voor te zorgen dat jullie dadelijk zo goed mogelijk binnen Fusion jullie weg kunnen gaan vinden. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van de afgelopen 4 webinars. Ik hoop ook eigenlijk wel dat jullie iets geleerd hebben van alle 4 de webinars. Mochten jullie nou ook zeggen van nou, wij willen heel graag met Fusion gaan werken. Kijk gerust op onze website. Daar staat ook nog wat informatie over Fusion op. Neem contact met ons op, dan kunnen we altijd even samen praten om te kijken ook wat wij voor jullie kunnen betekenen. Zelfs ook al hebben jullie Fusion en jullie willen eigenlijk een stapje verder gaan zetten, dan kunnen we altijd natuurlijk samen even over sparren en kijken hoe we dat met jullie samen kunnen gaan doen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken en ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar en wie weet tot volgend jaar. Dankjewel voor het kijken. Yes, graag gedaan. Tot de volgende keer misschien. Volgend jaar zullen waarschijnlijk ook nieuwe webinars komen. We zijn nog even aan het uitzoeken welke webinars we graag willen hebben. Welke tot we daarover gaan geven. Dus mochten jullie ook nog dingen terug willen zien komen, zeg het maar gerust. Dus we zullen daar volgend jaar toch wel verder mee gaan. En dan komt natuurlijk ook allemaal nieuwe informatie bij. Dus hebben jullie daar een voorstel in? Mail dat gerust naar mijn e-mailadres, wat ook in de chat staat. En dan, of zeg het hier even in de chat, dat kan natuurlijk ook nog. En dan kunnen we altijd kijken wat we voor jullie, welke informatie we voor jullie nog vrij kunnen geven. Mee kunnen geven, zo moet ik het zeggen. Idee printen en scannen. Oké. Okay. Zeker, daar gaan we verder induiken. Wij doen zelf nog niet zo heel erg veel met de 3D print, omdat het natuurlijk wel een deel van een nieuwe markt is. Maar ik ga erop terugkomen. Dus ik zal hem opschrijven. En op het moment dat wij daar inderdaad een webinar over kunnen gaan geven, dan zullen jullie altijd automatisch weer de mail langs zien komen. Dus dankjewel voor je voorstel.